De jury vindt de natuurlijke speeltuin echt een showcase. De 15-jarige Helikon-scholieren Renate van der Steen hield in de gemeenteraad een pleidooi voor meer speelruimte in een wijk in Aalst. Toen ging het snel. De buurtbewoners gaven hun toestemming en er kwam een ontwerp. Met crowdfunding werd genoeg geld en subsidie opgehaald om het plan te realiseren. Het was bijzonder om te zien hoe een dame van de VMBO-school in Eindhoven het zover heeft weten te krijgen dat er hier in Waalre een groene speelplek nu voor jong en oud ligt. Een prachtige samenwerking tussen de school en heel veel verschillende partijen. Een verdiende winnaar van de Impactprijs Groen Onderwijs 2018.